loosappelingetjes van Justice Pergament. Welkom bij een gloednieuwe battle voor de UPAEL. Het is tijd om tegen Harm de laatste battle te doen tegen de German Totodaal. Even kijken, hij heeft bronze ook meegenomen deze keer. Oké, interessant. Even kijken. Ja, dat had ik moeten weten. Ik ben echt niet aan het opletten. Dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Zal ik Sea celebraten? Want ik denk dat hij gaat switchen omdat ik een vuuraanval heb. Wat gaat Hermpie doen? Oké, celebrate. Hij is niet geswitcht. Nu moet hij wel switchen. Hij zal naar Slowbro switchen, denk ik. Oh, niet. Hij is niet dood? What the fuck? Moet hij toch wel switchen? Alleen naar Slowbro switchen? Ja, dan kan ik net zo goed ook flamethrower. Ja, maakt niet zoveel uit. Hoezo ging hij gewoon niet dood? What the fuck? Oh, hij kan heatproof hebben. Nou vriend, next. Ja, Slowbro, zie je, dat moest wel. Of Stork Power maar doen, ook al zie je resisted. Hij slacked off, wat is dat dan? Ken ik helemaal niet. Dan zou ik nu wel in slaap vallen. Fucking irritant. Oh ja, geburnt natuurlijk. Ik haat mijn leven echt. Oh, tuurlijk, hij is niet dood. Nee. Oh ja, tuurlijk, hij hield zichzelf weer. Natuurlijk. Logisch. Klek off. Ja, wat een verrassing. Wat een leuke strategie. Waarom crit ik nooit? Wat een onzin, echt. Crit gewoon een keer, alsjeblieft. Klek off. Crit. Nee. Ik heb het nu al 36 keer gedaan, nu moet hij een keer gekrit eigenlijk hebben. Dat ook zomaar mag, zeg maar, dat jezelf healen. Gewoon elke keer, elke beurt, gewoon non-stop, zeg maar. Maakt er niks uit, dus. Ja.
Waarom duurt het allemaal zo lang? Kies gewoon iets. Duurt lang. Goh. Oh, en ook nog mis, tuurlijk. Hij heeft alle geluk. Dat hij dat leuk vindt, zeg maar. Ik snap er niks van. Dat je het op deze manier, zeg maar, leuk vindt om te winnen, dat snap ik. Moet ik wel weer naar Serora gaan? Hij is weer sneller, want hij heeft fucking hoge speed. Dat maakt niet uit wat ik doe, want elke Pokémon is dood. Deze slaapt toch? Dan doen we het wel. Kom op. Jesus. Als het zo super effectief is, waarom is hij dan niet dood? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik vond het echt heel veel bullshit in deze aflevering zitten, zoals jullie al gemerkt hebben. Ik zie jullie de volgende keer weer. Adios, adios.